Van achterkamertjes naar achternamen. Ja, want de gemeente Utrecht die wil het makkelijker maken om je achternaam te veranderen. En dan specifiek voor mensen die een achternaam hebben die is gelinkt aan een slavernij. Als je een andere achternaam wilt, dan kun je een verzoek invoeren dienen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat kost minimaal €835. Nou, als je Poepjes heet van je achternaam bijvoorbeeld, dan hoef je niet te bewijzen dat je last hebt van je achternaam. Maar heb je een naam gelinkt aan het slavernijverleden, dan moet je een psychologisch onderzoek ondergaan. Dat kost honderden euro's meer. Nou, de gemeente Utrecht die wil dat nu anders doen, zeggen zij dus nu tegen nu.nl. En ze zijn aan het inventariseren wie de achternaam wil veranderen. In december verwachten ze te weten hoeveel dat is. En dan zouden zij eventueel ook de rekeningen willen betalen. In Amsterdam en Rotterdam lopen ook gesprekken over of ze dat willen doen of niet. Goed idee, mevrouw Van der Plas. Ja, dit is voor het eerst dat ik het hoor. Daar moet ik eens even goed over nadenken. Wat ik hiervan vind, even inlezen. Ik kan nu een mening gaan geven. Kijk, ik vind wel als mensen gewoon hun naam willen veranderen, voor wat voor reden dan ook, omdat ze daar last van hebben, hè, wat de reden dan ook is, dat je het gewoon zo simpel mogelijk moet maken. Maar dat vind ik in zijn algemeenheid. Hè. De overheid moet de burger gewoon goed faciliteren. Hm. De overheid is er voor burgers en niet andersom. Maar... bijzonder nieuws.